Ik was je kwijt, maar ik had beter moeten weten natuurlijk. Ja, er staan hier echt hele gave auto's, maar... Ja, sorry. Ja, ik snap het. Ik vind hem ook heel erg leuk, maar het is wel weer een bekende straatje. Ik denk dat ik wat anders leuk zeg. Wat dan? Ga je mee naar Nick van Galerie Aaldering? Ja. Ja? Ja, leuk! Jullie komen net op het juiste moment. Ja, hè? Het is hartstikke druk. En ja, een beetje de generale repetitie voor het nieuwe seizoen. MEC Maastricht Interclassics, de aftrap van het nieuwe jaar. Ja. Dus, een hartstikke leuke beurs, maar dan pakken we altijd ietsje kleiner uit dan weer dat jullie misschien van ons ook gewend zijn. Wel met een veelvoud, maar natuurlijk de grand finale is Paris. Parijs, retromobiel. Ja, nee, ik vind dat je echt heel erg matig hebt uitgepakt. Moet je kijken hoeveel auto's hier staan, dat is toch niet normaal? Ja, het klinkt bijna arrogant, maar dat is niet zo bedoeld. Maar Parijs pak je toch altijd iets meer uit met grandeur als hier tijdens Interclassics. Maar zoals zo'n Dino die daar staat, ja, die gaat bijvoorbeeld wel weer mee naar Parijs. Nou, ik had nog een tweede ingeschaald. Dat is die hele bijzondere Testarossa daar, waar er maar eentje van is. Maar die is net verkocht, dus die hoeven we niet meer mee te doen. Ach, wat vervelend. Wat vervelend, hè? Ja, nee, niet te doen. Ik wil zeggen waar er eentje van is, maar er zijn 7000 Testarossa's of zo. Waarom is die hier eentje van? 7000 mensen hebben zich laten verleiden, maar ze heeft één iemand laten verleiden om een gele Testarossa te kopen met een hele speciale donker boswachtergroene kleur van binnen. Geweldig. Wauw. Jij zegt unicum, heeft dat ook te maken dat jij Parijs zo fantastisch vindt? Dat je net auto's hebt die allemaal nog bijzonderder zijn, meer bijzonder echt? Parijs is voor mij als, ook als autoliefhebber toch het Mekka. Parijs komen de echte autoliefhebbers. Mijlpaal ook in de geschiedenis van ons bedrijf. Wij gaan naar Parijs toe met een originele Ferrari 250 soort wheelbase, steel body. Wow. En dan praat ik niet over een recreation of iets wat erop lijkt of iets waar een verhaal aan zit. Nee, gewoon de genuine real deal, the real thing. Een waanzinnige tegenhanger bijvoorbeeld weer, een Aston Martin Valkyrie. Ja, je kunt ervan vinden wat je ervan vindt, ja. Maar het is Aston Martin, het is heel bijzonder, ja. Het is heel zeldzaam. Dus Parijs neem je wel echt alles mee, je trekt alle registers open in Parijs. Dat soort auto's, ja, daar worden we als liefhebber blij van. We gaan naar Parijs met 24 auto's. We hebben een stand, ja, waanzinnig, een stand van 500 vierkante meter. Die auto's verdienen ook een beetje lucht en ja, daar ben ik ook echt enthousiast van. Wow. Niet alleen vanuit commerciële gedachten, maar als liefhebber met een 52 short wheelbase, met een Biertzerini, met een Aston Martin Valkyrie, met een 300 dezelfde, met een Oscar MT4. Ja, ik ga niet alles verraden, maar ik pak wel even een paar highlights. Ja, dat is waanzinnig. Nick de Dino, die gaat dus mee naar Parijs. Dat is wel een van je paradepaardjes? Ja, we ronden één. Dino is oude liefde voor ons. Oude liefde roest niet. Dino, daar heb ik een speciale band mee. Ja. Laat mijn vader nou ook een Dino in deze kleur hebben. Jij weet dat natuurlijk. Dus een Dino is wel een van mijn paradepaardjes. Die moet ik gewoon even laten zien. Waarom is voor mij de Dino zo'n bijzondere auto? Dino is natuurlijk de reïncarnatie van een, misschien kunnen we zeggen, een mooie vrouw. Mooie rondingen, de proporties kloppen. Het is gewoon een hele sexy auto om te zien. Wat deze Dino voor mij zo mooi maakt, is de kleurstelling. Ja? Ja, ik vind dat is wat anders dan rood. Het is een sportieve auto met een elegante blauwe kleur. Dit is een originele kleur. Dit is ook de originele kleur van deze auto. Zo is de auto zelfs geboren. En waar... Als dat zo'n droomauto van jou is, waarom rij je daar dan zelf niet mee? Met de Dino, omdat mijn vader al een Dino heeft. Ik ben opgegroeid in een Dino. Als klein kind zat ik op de rechterstoel en kon ik met de mooie ronde gewelven van de voorschermen als klein kind nog herinneren dat ze zo achterlangs keken en zo keken. Ja, ja. Dus, en het geluid en de geur van de auto. Dus we hebben zo'n Dino in onze verzameling samen. Dus ik heb er eigenlijk alleen. En het vergeet niet, het is mijn vak. Hè. Ik moet werken met mijn auto's, daar moet ik mijn geld mee verdienen. Ja, als je alles zelf houdt, dan gaat het niet op. Dat kan niet, maar het is wel een luxe positie. Dat ik er op deze manier van kan genieten. Ja. En net zoals jij dat doet, jij bent ook auto-minded, je bent een petrolhead. Ja. Dus jij kunt ook, het heeft niet alleen altijd met prijs te maken, je kunt gewoon genieten van mooie auto's. Ja. Dat vind ik wel fantastisch. Ja. Niet om het een of ander, ik vind dat Italiaans natuurlijk best wel leuk, maar ik heb nog iets leuks gezien. Wat? Nou, ik zie een hele bijzondere Talbo Lago staan. Ja, dan zou ik zeggen, heb je even? Ja, ik heb wel even. It's your thing, do what you wanna do. Dit zie je niet veel, hè? Nee, dit is oprecht van zichzelf al een hele bijzondere auto. We praten hier over het bouwjaar 1947. Een Talbo Lago. Talbo Lago Record. Met een Worflauben carrosserie. Hele mond vol. Heel simpel, dat was een Zwitserse carrosseriebouwer. En van deze auto zijn er maar 3 gemaakt. Zover als wij weten kunnen onderzoeken, zijn er maar 2 over.
Oh, wauw. Maar deze auto is buiten het mooie verhaal en hoe mooi die auto is en hoe bijzonder, hoe weinig ervan gemaakt zijn. Bizar geschiedenis voor mij persoonlijk. 1996 was deze knappe vent 16 jaar oud. Ging hij met zijn vader naar Zwitserland, want we hoorden dat er een Talbot Lago Warflaube carrosserie cabriolet te koop stond. Dat was deze auto. Die vonden we toen als restauratieobject. Wij kochten die auto. Kochten die auto toen in een ongerestaureerde staat aan de toenmalige eigenaar, een Duitse meneer. Die Duitse meneer heeft de auto tot op 3 weken geleden in zijn bezit gehad. En we hadden altijd een gentleman's agreement gemaakt. Als je hem ooit verkoopt, moet je ons bellen. 3 weken geleden ging de telefoon, hallo, met Piet, noem maar even Piet. Het is zover. Een man van 86-jarige leeftijd komt terug met deze auto die wij in 1996, mijn vader en ik, samen gevonden hebben. En hier staat ze dan. Wauw. Deze bijzondere auto gaat er nog mee naar Parijs, naar Retromobiel. Mm-hmm. Waarom? A, hij is mooi. B, een auto van belangrijke historische waarde. Een zeldzame auto. Dit is iets wat je wil laten zien. Dit is ook niet een auto die je vaak ziet. Dit is niet een auto die wij zegt, oh, ik ga even naar de kaars en koffie en dan komt het niet tegen. Nee, dat gaat het gewoon niet gebeuren. De kans dat je deze auto in het wild tegenkomt is heel klein. Ja, en vergeet ook niet dat ik, toen wij kleiner waren en onze vaders de Scepter zwaaiden, gingen wij ook naar beurzen toe. Toen vonden we het ook leuk om mooie auto's te zien. Ja. Ik ga er dan ook vanuit de andere mensen ook genieten als een auto hier staat. Of het nou een DS Cabriolet is of een moderne BMW M3 of een Talbot Lago Record uit 1947 met een Wolflaube carrosserie. Laat mensen er ook een beetje van genieten. Prachtig. Er valt heel veel te vertellen. Ja. En wil niet zeggen dat ik altijd bij het rechte eind heb. Maar het is ook, je hebt een stukje historisch gezien, want er is een stukje markt, er is een stukje passie, er is een stukje zeldzaamheid. En we hebben allemaal de gemeenschappelijke deler, hè? Factor, dat zijn auto's. De een wat meer smaak dan de ander. Maar... De andere die gaat dan meer voor de Amerikaanse. Rustig maar. Ik nodig je niet, weet je, kom gewoon naar Brummen toe. Gaan we doen. Eens kijken, we hebben altijd verscheidenheid. Oh, misschien is het leuk. Leuk. Ja, maar daar staan ook Amerikaanse auto's. Ja, die zullen we ook een beetje in het verhaal erin weven dan zo. 1 op de 10 kunnen we. Oh, maar een van mijn privéauto's is een Ford Mustang 289 Fastback. Dus een beetje Amerikaans goed heb ik ook nog wel. Zie je? Ook weer groen. Maar die auto's bij Nick zijn echt te gek. Maar dit is wel een beetje mijn dino. Ik was er al bang voor. Nick heeft nog wel aardig wat werk te doen, maar hij is wel mooi. En buiten dat, die kont van deze auto is waanzinnig. Dat is niet normaal. Fijn dat we ook een keer naar een kont kunnen kijken zonder dat we drama hebben, hè? Ja, ja. Fijn dat we er ook aan kunnen zitten zonder over ruzie te kijken. Kijk, zo.